Hey beste mensen, Ben van Essen hier van Ashton Music Academy. Hartstikke leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video in de serie In 8 weken een liedje opnemen en uitbrengen, waar we precies dat aan het doen zijn. En de afgelopen weken heb ik je al geleerd hoe je muziek kunt opnemen, kunt maken, beats kunt maken, dat soort dingen allemaal in een gratis programma dat heet BandLab. En in deze aflevering gaan we het hebben over mastering. Wat is mastering nou precies? En hoe kun jij dat op een hele gemakkelijke manier zelf ook gebruiken om je muziek zo goed mogelijk te laten klinken? Daar gaan we lekker op induiken in deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan gewoon even. Klik op die knop. Want. De komende weken komen er nog meer video's aan. Dus als jij meer in deze serie wil zien, klik gewoon even op die abonneerknop. Dan krijg jij elke week weer de nieuwste video's. Gewoon uh, in YouTube te zien. Dan mis je helemaal niks. En als je zelf wilt beginnen met het opnemen van muziek in jouw thuisstudio. Als je lekker creatief aan de slag wil gaan, dan kun je mijn Home Studio Starter downloaden. Daar vertel ik je nou precies hoe je uh, daarmee kunt beginnen. Welke apparatuur je nodig hebt en dat soort dingen. Die kun je downloaden via de link hieronder in de beschrijving. Of AshtonmusicAcademy.nl/slash homestudio. Start. Dan kun je op gratis downloaden. Nou, we gaan het vandaag hebben over mastering. Ik heb in de vorige aflevering al een mix gemaakt. Dus ik heb de balans gemaakt, effecten toegevoegd, dat soort dingen. Nu gaan we ervoor zorgen dat het zo goed mogelijk klinkt. Nou. Even een hele korte inleiding. Wat is mastering nou precies? Want misschien heb je die term wel eens voorbij horen komen, maar weet je eigenlijk niet precies wat het inhoudt. Nou, je hebt verschillende processen tijdens het muziekproductieproces. En het, het, het eerste is uh, het song, songwriting, dus het maken van een liedje. Dan het arrangeren, dus hoe gaat het liedje precies klinken? Dat loopt vaak over in het productieproces. Pro productie waar een producer het liedje gaat samenstellen, gaat maken, vorm gaat geven, dan worden opnames gemaakt dus in een studio, een opnameproces. Daarna als al die losse sporen opgenomen zijn, moet dat gemixt worden. Dus van misschien wel 50 of 100 sporen moet twee sporen een stereo spoor links en rechts uitkomen. Dat is het liedje. Nou, dat liedje moet vervolgens nog geoptimaliseerd worden, dus dat het zo goed mogelijk gaat klinken, zodat het overal op de radio op uh, je auto, uh, uh, hi-fi systeem, in je woonkamer, op je sonos speaker. Allemaal zo goed mogelijk klinkt. Dat het de juiste luidheid heeft. En dat doet een mastering engineer. Dus een technicus. Een mastering technicus. Die heeft een hele dure studio. Met hele goede speakers. Met de beste apparatuur. Die precies kan horen welke problemen er nog in jouw mix zitten. Zodat hij dat kan corrigeren. En kan zorgen dat je mix helemaal in balans is. Dus hij pakt dat. Dat uh, bestand wat jij als mixer hebt uh, gemaakt. Dat stuur je naar nou die persoon op. En die mastering engineer gaat daar nog op zitten verbeteren. Dat is even heel kort gezegd: wat mastering is. Nou, de mastering engineer zal vervolgens ook zorgen dat het uh, de juiste luidheid heeft voor de streamingdiensten zoals Spotify. Dus het is best wel een een specialistisch beroep zo'n mastering engineer en ik heb een tijdje stage mogen lopen bij uh, iemand in Nederland die dat voor allerlei bekende artiesten deed en het is echt heel indrukwekkend om te zien hoe de goede mastering engineers ook echt van alles kunnen horen wat jij misschien niet eens direct uitpikt maar wat het wel weer beter kan maken. Nou dat is even de uitleg. Hoe kun jij nou dat moeilijke proces zelf doen in jouw laptopje of zelfs op jouw smartphone? Nou dat kan ook allemaal binnen BandLab. Want je kan natuurlijk jouw mix sturen naar zo'n mastering engineer. Maar dat kost geld. En dat ben je misschien niet bereid om ervoor te betalen als het jouw hobby is. Of als je het niet echt heel serieus wilt uitbrengen. Maar als je het meer voor jezelf doet. Nou, Hoe kun je dat toch gebruik maken van het masteringproces? Nou tegenwoordig zijn er allerlei algoritmes die dat in je computer gewoon kunnen doen. Dus wat we gaan doen. Ik heb die mix gemaakt. En zodra je daar helemaal tevreden over bent, kun je dat uh, gaan publiceren. En dan kun je hier de naam aangeven. Dus ik noem dit even mix. Zo. Genre, dat soort dingen, beschrijving. Dan kun je hier aangeven of je schuttingtaal gebruikt of niet. Je kunt zelfs nog een album cover hier invoegen. Kun je het forkable maken. Dus dan kunnen andere mensen binnen de Bandlab community weer uh, hier jouw liedje gebruiken om daar verder te werken. Dus als je dat leuk vindt, kan dat. Maar dat hoeft niet. En dan, als je op Advanced Settings klikt, dan kun je hier de mastering aangeven. Automatisch, manual of uit. Nou, we gaan het automatisch zetten. Dus hij gaat nu zelf helemaal analyseren hoe jouw liedje klinkt en hoe hij het beter kan laten klinken. Dat is heel interessant. Availability zetten we even op unlisted, zodat wij het alleen kunnen zien. Dan klikken we op Publish. En dan vraagt hij nog: wil je een genre aangeven? Nee, dat is Bandlab. Dat is ook wel leuk om te weten. Het is ook een heel platform waar je muziek kunt delen met elkaar. Een soort soundcloud-achtig iets. En daar kun je dus je liedje ook heel makkelijk op publiceren. Maar dat willen we nu niet. Nou, dan gaat hij het publiceren. Ik klik je hierop bij Revision. Nou, dan hebben we hier het liedje. Dat kunnen we even beluisteren. Je hoort eigenlijk al meteen dat er iets mee gebeurd is, waardoor het allemaal wat levendiger gaat klinken. Nou, dat is die mastering. Zoals dus bijvoorbeeld naar het refrein gaan, dan kun je dat ook wat duidelijker horen. Going back to That's where Dus eigenlijk automatisch met één druk op de knop maakt hij hier al een master van en zorgt hij dat het de juiste luidheid heeft, dat het zo goed mogelijk klinkt. En natuurlijk is het nooit zo goed als wanneer een professionele mastering-engineer dit zou doen, maar dit is wel heel gemakkelijk en het werkt heel snel. En wanneer jij dus gewoon zelf net me begint met dat muziek maken en muziek opnemen, weet je in ieder geval dat het gemasterd is, dat het de juiste luidheid heeft, dat soort dingen. En dat het in balans is wat betreft uh, lage en hoge tonen, dat soort dingen. Nou, vervolgens kun je het downloaden. En dan vraagt hij wat voor bestand je wil gebruiken. Nou, en hier, dit is eventjes belangrijk, want je wil geen mp3'tje gebruiken om te uploaden naar Spotify, bijvoorbeeld, wat we straks gaan doen. MP3-bestanden zijn gecomprimeerde bestanden die een lagere kwaliteit hebben. En die kun je gebruiken om te delen met je vrienden of naar uh, men mensen te sturen waarmee je samenwerkt. Uh, dus die kun je dan hier downloaden. En dit is het origineel, dus dit is het ongemasterde bestand. En dat is misschien wel leuk om eventjes te vergelijken met elkaar. Dus ik download um, hier eventjes het WAF-bestand. Um, want die gaan we straks gebruiken om te uploaden. En het gemasterde WAF-bestand. Die, die gaan we uploaden. Dus niet het origineel, maar het gemasterde bestand. Ik download ze allebei even in WAF-formaat. Oké, okay, dan heb ik hier de twee bestanden. Dus het origineel en het gemasterde bestand. Laten we eerst eens luisteren hoe het origineel klikt. En dan nu het gemasterde bestand, of hetzelfde stukje: When it's dark and cold, and I am told that I can't make it work. When the fire... Oké, okay, dus dat is het gemasterde bestand. Welke vind jij beter klinken? Het origineel of de master? Laat het even weten hieronder in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Maar wat die Master doet, uh, is het, hij maakt het helderder, wat breder. Iets meer compressie, dat soort dingen. Dus. Kortom, eigenlijk ook alles wat een mastering engineer zou doen, maar dan doet een algoritme dat. Dus gewoon een computer die nadenkt en die jouw liedje beluistert en vergelijkt met andere liedjes die hij gehoord heeft. En op die manier dan beter maakt. En soms komt daar best wel wat goeds uit. Eh, zelfs eh, iemand zoals ik, die weet hoe het bij een, een mastering studio eraan toe gaat. Ik vind soms dat het echt wel goed klinkt, soms is het ook too much, maar het hangt er heel erg vanaf hoe jouw mix is. Als jouw mix goed is, dan wordt de master ook automatisch beter. Als je een hele slechte mix hebt, met veel te veel bas, ja, dan kan die master dat natuurlijk niet repareren. Um, dus zorg dat je mix goed in balans is, dat is eigenlijk de tip die ik je wil geven. Maar op deze manier kun je dus heel makkelijk een goed klinkend liedje maken. Ik hoop dat je dat ondertussen in de gaten hebt, dat je met een heel simpel gaatsprogramma programma al leuke muziek kunt maken. Die echt wel goed klinkt. En waar je jouw ei in kwijt kan. Waar je jouw creativiteit in kwijt kan. Dus ik hoop dat je daar wat aan hebt. Laat me eventjes weten of je nog vragen hebt over mastering. En of jij nou die master beter vond klinken dan het origineel of niet. Laat even een reactie hieronder achter. En... Als je de komende aflevering nog uh, wil zien, er komt nog heel veel leuks aan. Ik heb nog vier afleveringen hierna. Uh, klik dan even op die abonneerknop. Dan mis je geen enkele nieuwe video. Uh, want de serie uh, duurt 8 weken. Uh, dus er komt nog heel veel tof aan. En download ook mijn home studio shit Als je dat nog niet gedaan hebt, daar vertel ik je dus, zoals ik in het begin al even zei, precies wat je nodig hebt om ook zelf aan de slag te kunnen met muziek opnemen. Dat kan via ashtonmusicacademy.nl slash HomeStudio Start. Ashton, ASHTON, musicacademy.nl/slash homestudio start. Of klik even op de link hieronder in de beschrijving. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en ook bedanken dat je op dat duimpje omhoog gaat klikken. Uh, dat vindt YouTube weer leuk. En dan zie ik je graag volgende week weer bij de volgende aflevering. Ciao!